Yo gasten van Roland Hoveling, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We gaan weer verder met Rollercoaster Tycoon 3. We gaan beginnen in het gedeelte van de livestreampark. En waarom de livestreampark? I don't know. Ik weet niet waarom de livestreampark, maar het andere parkje kan ik niet meer terugvinden. Dus vandaar dat wij beginnen met livestreampark. Wat vinden jullie dat ik mijn facecam er nu bij heb zitten? Leuk hè? Ik wil ook een aantal dingen bespreekbaar gaan maken hier in deze aflevering. Voornamelijk de crew die ik de hele team die ik op heb gezet, die bestaat niet meer. In ieder geval, ik ben eruit gestapt en de reden waarom is omdat iedereen elkaar kortom eruit wil hebben en ik daar gewoon niet aan mee wil doen. Ik wil daar gewoon niet aan meedoen, dus ik heb ook gewoon gezegd van nou jongens, ik ben er gewoon klaar mee met dit hele corrupte spel. En ik ga gewoon mijn eigen weg in en dat ga ik ook gewoon doen. Ik heb in de tussentijd heb ik wel weer extra dingen custom map gedownload. Zoals je hier ziet, hoppakee, daar gaan we allemaal mee doen. Gaan we allemaal mee aan de slag. We gaan nu eerst even een hekje, mooi hekje neerzetten en even plantjes, dat is ook wel mooi. Zullen wij zoiets neerzetten? Ik denk dat dat wel mooi is. Uppa, gaan we hier zo omheen. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Ja. Dit wordt hem. Hoppakee. Dat is de achtbaan. Het lijkt wel alsof het vliegt. Maar dat doen ze niet. Oh. Ja, het is hier al zo dicht gebouwd. Dus dan gaan we even meteen door naar onderen. Dat padje. Hoppa, en dan pakken we dan die. Nu zetten we daar neer. Hoppa. Vraag me niet waarom ik dat doe, maar dan wordt het mooier op. Dan wordt de afwerking mooier, zoals je ziet. Mooi rond is het dan. En dat staat ook weer mooier. En dan gaan we natuurlijk ook even wat hekjes er neerzetten, zodat mensen niet zomaar, daar naartoe kunnen. En dat is wel het beste. Hoppa. Zo. Zoals jullie zien, ik had hiervoor met een heel ander soort hek gewerkt, maar kijk, deze hek vind ik nog iets mooier. En ik heb ook allerlei nieuwe dingen gebouwd. En dan gaan we hier gebouwen en dan hem laden. Kijk, deze heb ik nog eens een keer gebouwd. Kijken, die past hierop. Zie dat? Hoppa. Deze heb ik gebouwd. En die kan ik eventueel hier nog een keer aanzetten. Of nog een stukje verder. Maar ik ga dat gewoon verwijderen. Want het ziet er wel leuk uit, maar dat is voor een ander park waar ik mee bezig ben. En dat park is al groot, maar ik wil op een gegeven moment alles in gebruik gaan nemen. En dat is gewoon een park waar ik zeg maar maak en dan aan het einde aan jullie laat zien. Kijk, dit ziet er al beter uit. Als je zo'n stukje grond er neerzet, zo'n plaatje er neerzet, met dan een hekje erop. Maar ik wil deze hekjes wil ik weg hebben hier, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Oké, hoe ziet dat hier? De wachtrij is gewoon prima. Oké, de vorige keer zijn we al in deze coaster geweest. We gaan vandaag even kijken wat we sets we er nog meer bij hebben. Nou, dit was er al.
Circus heb ik bijgeloot, Coaster Joe's Itamin Supports, Coco's Euro Main Street, de building set. Nou, zoals in ieder geval, die heb ik er allemaal bij gezet. Nieuwe paden, ook hartstikke leuk. Ja, Mobi's Jungle Shit, de jungle ondersteuningen, ook super. Ja, Efteling set. Ik heb er allemaal nieuwe dingen bij ingezet en dat maakt het spel nog leuker en interessanter. Dus Main Street, dat is wel leuk. En dan gaan we even hierheen naar de planten, want ja, zoals jullie zien, vorige keer hebben jullie dat al gezien. Maar we hebben hier ook de Big Builders Entrance Copper Pads, nou dat is voor de uitgang en ingang. We hebben hier ook zeg maar de nieuwe bloemen bij, dat maakt het ook wat leuker. Even kijken, wat hebben we dan meer nieuw erbij? Ik heb echt heel wat erbij gedownload, speciaal voor jullie. Deze. Alpa Pets. Met van die Duitse, voor de Duitse thema die ik er ook nog in wil neerzetten. Die trees kennen jullie al. Station Gym Strings. Allemaal nieuwe dingen. Rocks. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Bij de hackers zit niks. En we gaan natuurlijk ook wat gebruik maken hiervan. Hier hebben we ook weer heel wat mee gedownload. Zoals je ziet, dan dit was er al. En we gaan het even rustig langs. Ja, zie je, hier heb je dat weer. Joe's Itamin Footers. Coaster Joe's Pathway. Echt zoveel nieuwe dingen heb ik erbij gedownload. En niet alles doet het hem. Want dat is een downloadfout, dus dan moet ik nog een keer gaan uitzoeken hoe ik dat ga doen, hoe ik die downloadfout eruit haal. Of dat ik het verwijder en weer opnieuw moet downloaden. Ik weet het niet. Als jullie weten hoe ik dat moet doen, dan moeten jullie dat even zeggen. Want ja, maar waarom heb ik nou gezegd om uit de crew te stappen? Nou, het is gewoon één corrupte crew. Iedereen die wil elkaar eruit hebben en dat zijn de twee die het gewoon echt om het geld doen, terwijl ze wat we met z'n allen hebben afgesproken om het niet om het geld te doen. We zijn allemaal bevriend met elkaar, dat we hebben namelijk alle met elkaar afgesproken dat we het niet om het geld doen, omdat we vrienden met elkaar zijn en graag met elkaar daardoor dus samen willen werken. Alleen dat is dus niet gebeurd, want het wordt heel erg corrupt. En daar ben ik niet zo blij mee, hè, dat het zo corrupt wordt. Dus dat wou ik graag even vertellen, dat, dat het wel gewoon zo is gegaan. En ik vind het heel erg jammer hoe het is gegaan. Maar ja, het is niet anders hoe het is gegaan. Nou, hier hebben we altijd nog de bewegende deuren. Bewegende, lelijke deuren. Kijk maar hoe lelijk ze zijn. Ik weet ook niet hoe je ze zeg maar aan kunt passen. Als jullie dat weten hoe ik het aan kan passen, dan moeten jullie dat zeggen. Als jullie dat uiteraard willen zeggen. Want dan kan ik ook niet met bewegende deuren gaan werken. En ik heb er ook al mee gewerkt. Dus dat erbuiten, dat maakt niet uit. Maar ik vind het zo lelijk, die deuren. Eigenlijk moeten wij het pad hier groter maken. Maar dat gaat niet lukken, want hier hebben we natuurlijk al de entree gemaakt met de livestream. Dus we gaan gewoon verder met deze decoratie, met het decoreren van de achtbaan, van de giga achtbaan. En dan even kijken hoe gaat die, even kijken, hoog, gemiddeld, laag, oké, en de snelheid. Oeh. 43 km per uur. 21 km per uur. 1 minuut en 5 seconden, meer dan 2 km lang. Dus het moet op zich wel goed gaan.
Even kijken, we kunnen niet zien hoe hoog die is, hè? Als we mogen. 41 meter hoogte. Oké. Dat zal in het echt natuurlijk niet zo zijn, maar we gaan even verder met de decoratie, want we zijn hier voor de vorige keer niets voor niets mee begonnen met hier een huisje neer te zetten. Waar de achtbaan omheen rijdt en hiervoor een pad. Dus kijk, hier gaat sowieso niks gebeuren. Ja, het zal eventueel een boompje neer kunnen zetten. Maar hier met het water, dat zouden we eventueel wel nog een strandje omheen kunnen maken. Ik weet niet, want het water loopt toch helemaal die kant op. Het is toch één grote vijver. Dus dat zouden we eventueel nog kunnen doen. Ja. Dat zouden we kunnen doen. Ja, is dat wel zo leuk? Nou, ik zie iets van. Kunnen we hier wel een pad maken? Hier een kleine attractie zetten. Even kijken of dat überhaupt lukt hoor. Draaimolen. Ja, maar dan hebben we een snelle attractie bij een rustige attractie. Dat staat dan ook weer niet waar. Dat staat dan ook weer niet. Dus dan moeten we wel even een snelle attractie bij een snelle attractie plaatsen. Want dat past namelijk wel weer. Kijk, we kunnen een gelanceerde vrije val. Nou ja, staat die dan mooi. Staat wel heel erg dicht bij elkaar. Nee, we doen dat gewoon helemaal niet. Dit laten we zoals het is. Gaan we even wat natuur plaatsen. Dat is ook wel belangrijk in het park. Dus je ziet, hier hebben we wel natuur geplaatst. Maar het is niet zoveel natuur. En hier gaan we natuurlijk een en al bomen plaatsen. En we hebben ook wel wat leuk. Zoals hier omheen gaan we wel wat leuke plantjes plaatsen. En hier van het nieuwe, hier, kijk deze. En dan moeten wij, even kijken, dan pakken wij in eerste instantie deze. En waarom pakken wij deze? Nou, ten eerste, het zijn gewoon hele grote dingen. Even kijken, nee, daar gaan de mensen doorheen. Even kijken, dan pakken we die. Of pakken we die. Dan moeten we even zo doen. Zo. Nee, dat zit er niet uit. Er zit zoveel groen tussen, jongens. Dat er zoveel groen tussen zit, dat kan niet. Nee, kijk, dit is hoog, dus er moeten ook hogere dingen zijn. Nee, dat zit er ook niet uit. Dit kan misschien nog wel. Ja, maar die kleur die past er niet bij. Nee. Nee, dit zou misschien wel weer passen. Eppa. En hier gaan we gewoon even wat kleurige bloempjes. Thank you.
even de kwartslag draaien. En weer een kwartslag draaien. Weer. Zo, even kijken. En dan laat ik hier ook nog wat van die witte bloemetjes. Even kijken, ja. Zo, en dan gaan we nog wat van die gele bloemetjes erbij neerzetten. Gewoon puur omdat het een tuin is. Dat het kan. Uppakee, een beetje door de baan. Maar ja, wat maakt het uit als het door de baan gaat? Helemaal niks. Even kijken. Doen we nog even. Waarom niet? Doen we deze nog? Oh, jongens, dat gaat mooi worden. Even kijken. Gewoon een beetje een tuin wat van alles in zit. Een beetje een chaotische tuin, en de tuinen namen nog veel meer moeten doen. Ja. Kijk, dan wordt de attractie namelijk ook al mooi, hè. En dan gaan we hier, jongens, gaan we plaatsen. En waarom gaan we dat plaatsen, jongens? Huppa, dat doen we er nog even onder. Huppa, 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 huppa. Zo, dat is zeg maar het tuingedeelte. Dan doen we hier ook gewoon, huppa. Het ziet er op zich wel leuk uit, van bovenaf. Maar ja, het moet er ook vanuit de achtbaan leuk zien, hè, dat je erin zit. Maar ja, komt wel goed, want hier gaat hij langs. Gaat hij weer omhoog, gaat hij weer omlaag. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Ja. Ja. Oké. Dit stuk hebben we gethematiseerd. Achter. Maar we wouden graag bomen neerzetten. Ja. Het is al hartstikke leuk en wel. Maar het moet een mooie, goed gethematiseerde achtbaan zijn. En we hebben geen... Ja, nu hebben we dat wel, dus deze kunnen weg. Want wij hebben nu, jongens en meisjes, ja. Wij hebben nu hekjes die dat wel hebben. Want deze weg. Ja, het staat er mooi bij, maar helaas. Spinnenkaas, we gaan weer even kijken. Deze is het thema. En dan gaan we die. Ja jongens, ja. Hoppakee. We hebben nu... Wij kunnen nu dit schuine neerzetten. Hoppakee. We kunnen nu schuine hekjes neerzetten. Ja jongens, en dat maakt de attractie hier in het midden wel weer mooier. Dus dan gaan we even hier doen. Hoppakee. Zodat het ook mooier wordt, een mooie afsluit, zeg maar. Met al die rechthoekige dingen, ja. Heel leuk wel, maar dat ziet er gewoon echt fucked up lelijk uit. Dus, hoppakee. Dan gaan wij ook even een schuin hekje neerzetten. Dat is ook wel belangrijk, want ja, als je iets schuin maakt, moet je ook een schuine hek maken, uiteraard. Hoppakee, even kijken, doe die. En ik weet dat ik daar ook nog even een hoekje moet neerzetten. Zo'n rechtingetje. Zo. Kijk, dit ziet er toch al beter uit. Dit is al beter afgewerkt. Mensen kunnen hier gewoon lopen. Dit ziet er gewoon prima uit. Zo, even kijken. Dat hebben we verbeterd.
En dan kunnen we zeg maar, ja, het ziet er wel wat saai uit, maar daar kunnen we altijd nog wel aanpassen. Dat past een andere keer wel aan. Kijk, dit hier hebben we goed gethematiseerd hierachter. De bloemen. Nieuwe customer park. Even kijken. Nou, gaan we even wat zand neerleggen, denk ik dan maar. Ja, dat gaan we gewoon doen. Doe die. Die. Even kijken, doe die. Minder graag. Even kijken, gaat dat tot goed? Ja. 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 Iets hetzelfde. Iets groter, ja. Daaromheen kunnen wij weer palmboompjes gaan zetten. Dus gaan we weer daar naartoe, even kijken. Palmboompjes, even kijken. De palmbommen zijn van de standaard, zit standaard zeg maar in het spel. Dus dat lukt dan weer niet. Bloemenperk. Nee, het is verdomme wel een strandthema, Roland. Dus alsjeblieft, palmboom. Eens kijken, ruikt dat ding? Kan principe. Doet voor het pakket. Ik ga geen kwaad. Even kijken, de kokospalm. Kokospalm, maar die kan er niet meer in. Het pakket is een beetje achter. Zo. Even kijken, dit stukje hebben wij nu ook gethematiseerd. Dan kunnen we de rest zeg maar een beetje gaan opvullen met de custom map, custom scenery. Hier met deze bomen, dat vind ik wel leuk, dat het een beetje dicht begroeid is. En wat voor bomen gaan wij doen, jongens? Wat voor bomen gaan wij doen? Zullen we gewoon birch bomen gaan doen? Ik denk het wel, hè. Kijk, dat wij deze hier zeg maar weg gaan halen. Maar dat wij daar dan soort appelpompjes gaan neerzetten. Ik bedoel, het kan gewoon, hoor. We kunnen gewoon bomen op het strand inzetten. Dat kan gewoon prima. Nou, dat is dat. Even kijken, gaan we dat hier doen. Hier niet. Eentje verder. Of vanaf hier dan. Daar ook niet. Hier gaat het er net onder en dat is juist wel leuk. Kijk, dat maakt het ook weer iets leuker.
hier achter bomen neerzetten. Dan ga je er onder over de bloemen door. En dan ga je meteen hier het strandgedeelte op. Misschien dat we hier iets in het midden nog op kunnen maken. Maar dat komt nog wel. Even kijken. Nou. En je begint dus eigenlijk al boven de entree van het park. Ja, het moet er tenslotte wel mooi uitzien, hè. Kijk, en dat het er doorheen gaat is helemaal niet erg. Het is juist leuk dat het er doorheen gaat, dat vind ik zelf. Vind ik zelf dat het leuk is omdat het er doorheen gaat. Even kijken, zullen we hier ook doen of zullen we daar weer of niet? Even kijken. Een beetje deze van deze bomen erbij inplaatsen. Ja, kijk, dat was wel heel erg dicht begroeid. Hier sowieso en dan doen we hier. Ja, jongens, het moet. Ik weet dat het een dicht begroeide wachtrij wordt, maar ja. En dat is ook met de attractie. Het wordt een dicht begroeide attractie. Dan kan ik volledig in het bos. Jij, oh. Ja, jongens, het wordt al wel wat hoor. Jongens, het wordt al wel wat. Het begint wel wat te worden. Huppa. Oké, jongens, ik denk dat hij zo goed is als af. En al af nog niet helemaal. Je ziet dat er nog onder hier en daar een beetje open plekken zijn. Hier kunnen we eventueel nog wat gaan doen. Maar ik wil hierbij de aflevering ook gaan stoppen. Jullie weten waarom ik de afgelopen tijd niet... Oh ja, dat wil ik vertellen. Dat is een van de redenen waarom ik de afgelopen tijd niet heb geüpload. Dus het probleem met het hele squad. En... mijn vader die ligt in het ziekenhuis, dus dat is ook waarom ik niet heb geüpload. Ik denk dat wij gewoon even in de achtbaan gaan zitten, zodat jullie kunnen genieten van de achtbaan. En dan gaan we even dit pakken. Hè. Dan kunnen jullie ook even kijken van hoe het stationnetje er ook al even binnen uitzag. Oh ja, die moeten we dan nog even weghalen. Ja, die moeten we dan nog even weghalen, anders klopt het niet, hè. Maar goed. Mijn vader ligt dus in het ziekenhuis en ja, daar ben ik de afgelopen tijd ook gewoon geweest. De afgelopen weekje ben ik daar ook geweest. Ik ben gisteren van de Wale Beeland geweest met mijn vriend. Ik had willen vloggen, maar dat is gewoon niet, daar is er gewoon niet van gekomen. En ja, mijn vader moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven liggen. Dus ik zal de komende tijd proberen ik gewoon up te loaden. Ja, als ik een paar keer niet heb geüpload, neem me dan ook niet kwalijk.
Want dan zit ik met mijn vader. En ja, dat is wel het belangrijkste waarom ik de afgelopen tijd niet heb geüpload, zeg maar. Omdat ja, mijn vader in het ziekenhuis ligt en de rest van de squad die, ja, die begrijpt het wel. En die heeft allemaal zoiets van ja, prima, het zal wel goed zijn. Maar ik merk dat ik dan namelijk abonnees kwijt ben geraakt. En omdat ze niet weten waarom, ja, waarom ik weg ben geweest. Maar ik ben gewoon terug en ik probeer gewoon alles weer te uploaden. Ik heb zelfs een nieuwe serie voor jullie in petto. Die ik moet gaan. Die ik nog moet gaan let's playen. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden. Ik ga even dat laatste gedeeltje verwijderen. Even kijken. Deze ga ik verwijderen. Zo, klopt dat ook weer. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Als jullie een naam hebben voor deze attractie, voor deze giga-achtbaan, laat dat in de reacties achter. Ik ben er terug en ik ga weer volop aan de gang. Wat ga ik weer volop aan de gang? Ik ga weer volop met streams in het weekend. En door de week ga ik hier en daar nog een beetje uploaden. Ja. En veel meer Rollercoaster Tycoon 3 uploaden ga ik natuurlijk uploaden. Want ja, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Rollercoaster Tycoon 3. Het is gewoon een heel episch spel. Het is een heel leuk spel. Zoals je ziet wat we, wat we hier van een hele kale achtbaan kunnen maken. Naar een achtbaan dat heel mooi gedecoreerd is. Twee verschillende thema's eigenlijk heeft. Hier het bosthema. Ja, bosthema met huisje in het bos. En hier dan het strandthema. Dat het zo kan, dat is wel gewoon heel erg leuk. De volgende episode wil ik graag gaan uitbreiden van het pad. Ik wil het pad wil ik wat breder gaan maken. Want ja, mensen, het is niet leuk dat mensen zeg maar elke keer op één pad moeten gaan lopen. Ja, hier heb ik het wel vanaf 3 breed. Maar hier heb ik dan weer 1 breed gemaakt. Dus dat wil ik even gaan aanpassen. Dus dat betekent dat we, al, dat we de volgende keer dit hier gaan verwijderen. En dat we dan een attractie gaan bouwen. Wat voor attractie weet ik nog niet. Zien we dan wel weer. Mochten jullie nog suggesties achter hebben laten van Kerolands. Maak dat of maak dat of maak dat. Of maak een dark ride. Laat er suggesties achter wat jullie graag in deze park willen hebben. Het park is nu al ontzettend mooi. Of mooi. Ik heb nog maar 1 achtbaan staan. En dat is een giga achtbaan in een L-vorm. Het is een leuke achtbaan. Het is een goede achtbaan. En het is de eerste achtbaan van het park. En dan wil ik jullie verder bedanken voor het kijken. Voor alle begrip. Dat ik uit het squad ben gestapt. Ook al was het mijn idee om het helemaal op te starten. En ja, en alle begrip voor mijn vader dat ik daardoor dus minder ben gaan uploaden. Een weekje eigenlijk gewoon niks heb geüpload. Het is maar een weekje jongens, ik weet het. Maar in een weekje ben ik wel best wel veel abonnees kwijtgeraakt. En die wil ik graag, die wil ik uiteraard wel gewoon weer terug hebben. Dus dan moet ik weer lekker aan de slag, volop aan de slag. Ik laat me niet zomaar van de buis afslaan. En ik ga gewoon weer lekker verder. Ja jongens. Roland is weer terug en we beginnen weer volop. Ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deze nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 aflevering. En dan zie ik jullie bij de volgende Rollercoaster Tycoon 3 aflevering. En laat ze weten wat jullie van de, van de coastercam vonden. Maar wat jullie ook van mijn facecam vinden. Want ik zit een beetje naartoe te kijken, maar niet naar mijn camera. Is het... Wat vinden jullie van mijn eerste facecam? Ik heb het speciaal gedaan omdat ik ook gewoon vind dat jullie ook gewoon moeten weten wie ik ben. En ja, wij gaan gewoon lekker weer verder. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer bij Rollercoaster Tycoon 3. Adjo!